Welkom bij de toelichting over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP Herken Rode Bossen en De Weijer. Van 5 oktober tot 3 december loopt de publieke raadpleging over de startnota. Met dit plan wil de Vlaamse overheid een robuust, aaneengesloten en biodivers boslandschap creëren met ruimte voor duurzame en grondgebonden landbouw en aandacht voor het beschermen van het historische bokkagelandschap. Het plan bevat twee deelgebieden. Herkenrode bossen op grondgebied van Hasselt en Herkdestad, dat is het grote rood omlijnde gebied op de kaart, en De Weijer op grondgebied van Hasselt en Nieuwerkerke, dat is het kleine gebied. De Vlaamse overheid maakt dit plan op in samenwerking met de stad Hasselt. De Vlaamse overheid is in dit geval het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Landbouw en Visserij. In deze presentatie verduidelijken we wat een ruimtelijk uitvoeringsplan is, bespreken we de startnota en leggen we uit hoe u kan reageren tijdens de publieke raadpleging. We lichten de aanleidingen voor het proces toe, het kader voor dit plan, het plangebied, de doelstellingen en het geplande milieuonderzoek. Wat legt een GRUP vast en hoe loopt de opmaak? Een GRUP of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast in een afgebakend gebied. Voor alle percelen binnen dit gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de bestaande plannen. Hier zijn dat het gewestplan, het gemeentelijk BPA of bestemmingsplan Herkenrode en het GRUP oppervlaktedelfstoffenplan Leem in Zuid-Limburg. Het GRUP Herkenrode Bossen en De Weijer bevindt zich in de startfase. De startnota is op 3 september goedgekeurd door de Vlaamse regering. De startnota wordt nu gedurende 60 dagen, van 5 oktober tot en met 3 december, in een publieke raadpleging voorgelegd. In deze startfase liggen de planopties nog niet vast en is nog verder onderzoek nodig. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen schriftelijk reageren op de plandoelstellingen en de wijze waarop het milieuonderzoek zal gevoerd worden. De lokale overheid en administraties geven advies. Na de publieke raadpleging worden de inspraakreacties en de adviezen verwerkt in de scopingnota. Deze scopingnota legt vast hoe het onderzoek, onder meer van de milieueffecten, zal gebeuren. Nadien start de opmaak van het voorontwerpgroep. In deze fase loopt ook het milieueffectenonderzoek. Na dat onderzoek worden keuzes gemaakt en voorlopig vastgelegd in het ontwerpgroep. Hierover wordt de burger opnieuw geraadpleegd via een openbaar onderzoek. Na verwerking van de inspraakreacties en adviezen wordt het GRUP definitief vastgesteld door de Vlaamse regering. De startnota vormt de aanzet van het planproces en beschrijft de doelstellingen voor het plan en de aanpak van het milieuonderzoek. Daarnaast is er ook een procesnota. De procesnota beschrijft de aanpak van het proces in elke fase. Dit is een informatief document dat voortdurend geactualiseerd wordt. We beginnen met de aanleiding voor dit planproces. Binnen welke beleidsplannen of onderzoeken kadert dit GRUP? Dit plan wordt opgemaakt in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. Het kadert ook in de Vlaamse visie op de natuurlijke en agrarische structuur, of AGNAS. Herkenrode Bos en Kasteel van Steevoort is een landschapsatlasrelict. Dat is een aanduiding als waardevol landschap. De visie op het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk voorziet de aanleg van een stadsrandbos aan de rand van het stedelijk gebied. Momenteel is in het deelgebied Herkenrode Bossen het BPA Herkenrode van kracht. Dat bestemmingsplan is in 2008 opgemaakt door de stad Hasselt. Voor deelgebied De Weijer is dat het GRUP oppervlaktedelfstoffenplan Leem Zuid-Limburg. Verder kadert dit planningsproces natuurlijk ook binnen het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024, dat streeft naar een groener Vlaanderen. Tegen 2030 moet er 10.000 hectare bos bijkomen en moet er 20.000 hectare bijkomende natuur onder effectief natuurbeheer komen.
Hoe ziet het plangebied eruit? Het grootste deelgebied, Herk en Rode Bossen, heeft een oppervlakte van 1652 hectare en ligt in Hasselt en Herk de stad. Het ligt ten westen van het stadscentrum Hasselt, tussen de dorpskernen van Kermpt en Stevoort. Het tweede, een kleinere deelgebied, de Weijer, is 54 hectare groot en ligt in Hasselt en Nieuwerkerken. Het gaat grotendeels om het voormalige ontginningsgebied Weijerenbos. Wat zijn de doelstellingen van het GRUP? Alle plandoelstellingen kaderen binnen het beschermen van de open ruimte. Het plan zet in op open ruimte, waarbij bos, natuur en landbouw centraal staan, met aandacht voor landschap, erfgoed en recreatief medegebruik. Als overkoepelende doelstelling, die geldt voor beide deelgebieden, wordt er ingezet op een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving, die stand kan houden in het veranderende klimaat. De focus ligt op water, met ruimte voor de natuurlijke bedding van waterlopen, ontharding, een betere sponswerking van de bodem en waterbuffering door natuurtechnische ingrepen. En op toegankelijkheid en recreatie, met mogelijkheden voor zachte recreatie, toegangspoorten en belevingsfuncties zoals een speelbos, picknickplekken, losloopzones voor honden, educatieve of informatieve borden. Daarbij wordt ingezet op een goede bereikbaarheid voor langzaam verkeer vanuit het stadscentrum. Zo worden de bossen toegankelijk voor de ruimere omgeving. Voor Herk en Rode Bossen zijn er drie specifieke plandoelstellingen. De eerste is het realiseren van een robuust en biodivers landschap. Hierbij wordt ingezet op een solide en samenhangend natuur- en boslandschap. Oude bosrelicten worden beschermd, verbonden en gebufferd. Er wordt ingezet op bosuitbreiding en natuurverweving. Boskernen en groengebieden worden beter verbonden. De verschillende biologisch waardevolle vegetaties en kleine landschapselementen worden beschermd en ingezet als stapstenen. Open ruimtes in het boslandschap worden gevrijwaard. En er wordt ingezet op specifieke habitats zoals voedselarme graslanden. Ten slotte wordt er gekeken naar bijkomende natuurverbindingen binnen het deelgebied en natuur in de omgeving van het deelgebied. Dat gebeurt via de aanduiding van bijkomend VEN, Vlaams Ecologisch Netwerk, en IVON, Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. In deelgebied Herkenrode Bossen wordt een bosuitbreiding van minimaal 135 hectare voorzien, waarbij de bossen aangeplant sinds 2005 planologisch worden verankerd. De tweede specifieke plandoelstelling voor Herk en Rode Bossen is ruimte en bestaanszekerheid voor duurzame grondgebonden landbouw. Landbouw is een belangrijke actor in dit deelgebied. De beroepsmatige landbouw krijgt bescherming en zekerheid. Landbouw wordt aanzien als landschapopbouwende factor. Er worden samenhangende landbouwstructuren afgebakend, zodat er geen versnipperde gebieden ontstaan. Bestaande beroepsmatige bedrijfszetels krijgen ontwikkelingsmogelijkheden. Huiskavels worden gevrijwaard en er is aandacht voor kapitaalintensieve teelten zoals fruitboomgaarden of asperges. Onthardingsprojecten worden gestimuleerd en zonevreemde ontwikkelingen geweerd. Tot slot zal landbouw worden ingezet voor het behoud en versterken van kleine landschapselementen. De derde specifieke plandoelstelling voor Herk en Rode Bossen is het historische bokkagelandschap beschermen en erfgoedelementen aanduiden. Het bokkagelandschap, dat is een half open landschap met kleine percelen en verschillende kleine landschapselementen zoals heggen, houtwallen, bomenrijen of muurtjes, wordt beschermd. Gebieden met cultuurhistorisch belang worden aangeduid. Er worden bouwvrije agrarische gebieden aangeduid. En tot slot wordt het vastgestelde landschappelijke geheel omgezet in een erfgoedlandschap, om zo kleine landschapselementen zoals houtwallen, bomenrijen, dreven en erfgoedelementen te beschermen en te integreren. In het deelgebied De Weijer is de specifieke plandoelstelling het realiseren van een robuust bosgebied met aandacht voor erfgoed. Om dit te realiseren wordt gewerkt aan bosuitbreiding rond de oude boskernen. Het beschermen en behouden van de bestaande bossen en biologisch waardevolle vegetaties.
Zo wordt een aaneengesloten bosgebied van een vijftigtal hectare gerealiseerd. Hierbij gaat aandacht naar het historische landschap rond het kasteel en de kasteelhoeve. En wordt ingezet op toegankelijkheid en de mogelijkheid voor zachte recreatie doorheen het deelgebied. We eindigen onze bespreking van de startnota met het milieueffectenonderzoek. De scoping is de eerste fase van het opstellen van een milieubeoordeling. Elk plan, en dus ook dit GRUP, brengt veranderingen in de leefomgeving mee. Deze effecten kunnen negatief, te verwaarlozen of positief zijn. Het is dus noodzakelijk dat de milieueffecten van het plan in kaart gebracht worden. Dat gebeurt via het planmerk of plan-milieueffectenrapport. De Vlaamse overheid kiest voor een geïntegreerde aanpak van het milieuonderzoek. Dit betekent dat het planonderzoek en het milieuonderzoek samensporen. Zo ontstaat er een wisselwerking en kan het plan in elke fase van het proces aangepast worden om negatieve milieueffecten te vermijden. Indien nodig worden milderende maatregelen voorgesteld om de verwachte milieueffecten te minderen. Het geïntegreerd milieuonderzoek wordt opgemaakt door erkende MER-deskundigen van een onafhankelijk studiebureau, in dit geval Tractebel, onder leiding van een erkend MER-coördinator. Het milieueffectenonderzoek brengt de verwachte milieueffecten van de nieuwe bestemmingen in beeld. Dat verloopt via een multidisciplinaire aanpak met onderzoek naar bodem, water, biodiversiteit, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mensruimte. De methodologie en de uitwerking van het planmer is pas voor een volgende fase. De startnota bevat wel al een voorstel van onderzoeksaanpak per discipline, waarop tijdens de inspraakperiode kan gereageerd worden. De tabel toont de effectgroepen die in de milieubeoordeling belicht zullen worden. En zo komen we bij het laatste deel van onze presentatie, de publieke participatie en het verdere procesverloop. De startnota van het GRUP Herkenrode Bossen en de Weijer ligt van 5 oktober tot en met 3 december in publieke raadpleging. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk reageren. Iedereen kan de startnota en de procesnota raadplegen op de website van het departement Omgeving. De documenten fysiek inkijken kan op afspraak bij een van de betrokken gemeenten of in het hoofdkantoor van het departement Omgeving in Brussel. Op donderdag 21 oktober om 19 uur is er een digitaal informatiemoment waarop het planteam toelichting geeft en vragen beantwoordt. Inschrijven is verplicht en kan via de website of het telefoonnummer van de Vlaamse overheid. U ontvangt dan een mail met toegangslink. Wie verder nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact nemen met de Vlaamse overheid, departement Omgeving, via mail of telefoon. Een inspraakreactie moet schriftelijk ingediend worden tot en met 3 december. Dat kan via het digitaal invulformulier op de website van de Vlaamse overheid, via een brief naar departement Omgeving, afdeling GOP, Koning Albert IIlaan 20, bus 7 in Duizend, Brussel, of u kan een brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeentediensten van Hasselt, Herk de Stad of Nieuwerkerken. Ook dit kan alleen op afspraak. We hopen dat deze toelichting u helpt bij het doornemen van de documenten en, indien u dat wenst, het formuleren van een inspraakreactie. Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die graag.